We gaan eerst terug naar jou, Nicky. Want bijna de helft van alle Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Wat een gigantisch aantal, hè? Bijna 1 op de 2 Nederlanders die dus te maken heeft of krijgt met psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En daarom komt dat ministerie en specifiek staatssecretaris, demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis, nu met een campagne. De campagne heet Hey, het is oké. En ik heb op dit moment verbinding met de staatssecretaris. Goedemorgen, meneer Blokhuis. Goedemorgen, Nicky. Schrikt u ook van dat aantal? Ja, het is heel erg veel. En het is ook bijzonder dat in Nederland ruim 1 miljoen mensen per jaar een beroep doet op de geestelijke gezondheidszorg, dus in behandeling is. En gelukkig kan dat. Maar wat wel heel moeilijk is, is dat veel mensen psychische nood vinden ze wel heel erg in het privédomein horen. 4 op de 10 Nederlanders zegt, ja, dat is een privézaak, daar moet je niet zo moeilijk over doen. En daardoor komt er heel erg een stigma op mensen die het treft. Ja, want dat betekent dus dat het praten erover moeilijk wordt. Terwijl ja, als je gebroken been hebt of als je een blinde darmontsteking hebt, ja, dan praat je. Maar psychische klachten, nou jongens, zullen we maar echt voor onszelf houden. Terwijl het probleem dan alleen maar erger wordt. Dat is dus ook de reden dat u focust op de mensen in de omgeving van mensen met psychische klachten, in plaats van op de klachten bij die mensen zelf. Nou, we richten ons met deze campagne op beide groepen. Op mensen die klachten hebben. Praat er alsjeblieft over, wees er open over. En er staat op de website heyhetisoké.nl staan ook hele mooie tips om dat gesprek aan te gaan. Maar het geldt zeker inderdaad ook voor de omgeving. Als je ziet dat iemand lijdt, als je ziet dat iemand zich terugtrekt of heel somber is of angsten laat zien, ja, dan is het mensen nemen dat waar en dan denken ze, ja, wat moet ik daar nou mee? Maar ga alsjeblieft het gesprek aan. En je kent allemaal het verhaal, dat zal je vaak zelf ook overkomen. Als je iemand ziet, mensen vragen aan je van, hey, alles goed? Ja, dat is zo'n dichte vraag. En dan zeggen de meeste mensen, joh, en dan okay, gaan we weer verder. Mm-hmm. Nee, vraag niet een gesloten vraag, hey, alles goed? Maar, hey, ik zie aan je dat je niet zo lekker in je vel zit. Zullen we er zo over praten? En doe dat wandelend, is de tip. Ga wandelen, zeker in coronatijd, ga wandelen. Dat is gezond, maar als je ook wandelt en je hebt een gesprek met iemand, dan durven mensen ook makkelijker dingen te uiten. En stel jezelf ook als vraag, stel ik het erop van, ik zie wat, maar ik kan me vergissen. En dan geef je die ander ook de opening om zeg maar, het gesprek aan te gaan. Ja. Dank voor de toelichting, Paul Blokhuis, demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid. Ja. Mevrouw Meijer, vindt u het goed dat Paul Blokhuis nu oproept, zeg maar, naar de omgeving van vraag wat vaker, hoe gaat het nou echt met je? Ja, ik denk het wel. Ik vind het heel, heel heftig om deze cijfers te horen. En ook wel heel heftig dat het nog steeds zo'n taboe is. Terwijl dat toch iets is wat, denk ik, zeker door de coronacrisis nog veel sterker wordt. Zeker bij mensen die daar misschien al gevoelig voor zijn, die meer binnen zitten of die niet zoveel aanspraak hebben. Dus ik denk juist in deze crisis dat het goed is dat we een beetje op elkaar letten. Ja. En inderdaad dat als er samen gewandeld wordt of misschien even wat aan de deur gebracht wordt, dat we even extra de vraag stellen hoe het gaat. En Jacco, we hebben ook natuurlijk heel veel bedrijven waarvan je ziet dat mensen in grote psychische problemen komen, omdat een bedrijf, een spaargeld, alles op is en het bedrijf kapot gaat. Ja, ik had niet gedacht dat op een gegeven moment zoveel telefoontjes binnenkwamen bij onze brancheorganisaties of bij ons in Den Haag, bij MKB Nederland. En dat we gewoon moeten verwijzen naar bijvoorbeeld 113. Ja. En het gebeurt echt. We hebben daar, er is nu zelfs een apart telefoonnummer voor bij de Kamer van Koophandel. Omdat mensen het niet meer zien zitten. Ja. En dat is voor een deel natuurlijk vanwege de financiële malaise, maar ook omdat mensen mentaal het niet meer aankunnen, dat ze niks kunnen doen de hele dag. Want die ondernemer kan de hele dag niks. Snap ik. Ja. En wat doen jullie dan met als zo'n telefoontje binnenkomt? Dan verwijzen jullie daar naar door, maar u heeft zelf ook veel gesprekken met ondernemers. Ja. Ja, hoe gaat zo'n gesprek dan? Nou, een klein beetje hopelijk, zoals de heer Blokhuis net zei, proberen om je open te stellen. Kijk, en het gesprek is vaak, helaas in mijn geval, ook nog wat eenzijdig, omdat je ook heel veel informatie via socials krijgt. Hè. Ja. Ik krijg overal berichten en die berichten druipen vaak van de wanhoop. En je probeert wel te antwoorden, maar is bijna niet te doen. Maar de belangrijkste oproep is dus ook, als je vastzit en je ziet het niet meer zitten, bel. En bel vooral ook naar de goede nummers. En zoek in ieder geval bij MKB, staat het op de website, maar ook bij de Kamer van Koophandel. En kom je er niet uit, 113. Want dit is gewoon soms te veel voor een mens. Ja.